Ik heb voor deze grip shift heb ik een nieuwe besteld, want het rubber waarmee je hem gaat draaien, dat is helemaal plakkerig geworden. Dus ik heb even een nieuwe besteld, dat is deze, en die gaan we monteren. Nou is het alleen zo bij de Enviolo bekabeling, dat het nou best wel een precies dingetje is om alles op de juiste lengtes af te knippen. En Enviolo die verkoopt daarvoor een hulpmiddel. En dat is iets wat hierop lijkt. Alleen deze, die heb ik zelf geprint. Ik heb op Thingiverse heb ik gezocht en daar had zowaar iemand de originele tool een keer gekocht en omgezet naar dit ontwerp. En het bestandje beschikbaar gesteld, dus dat heb ik geprint. En dan gaan we deze straks gebruiken om de bekabeling op de juiste lengte af te knippen. Die moet eraf. En dan gaan we de binnenkabels verwijderen en de nieuwe binnenkabel invoeren en op lengte maken. Ik heb hier de nieuwe grip shift van Enviolo. En dan moet je door de buitenkabels de binnenkabel voeren. Alleen ze hebben het altijd in de filmpjes van Enviolo over de underdrive kabel. En dat is vanuit hier gezien de linker. Ik heb hem even gemarkeerd met twee zwarte streepjes. Dit is de underdrive. En als je dan naar achteren toe gaat, dat wordt straks degene die boven langs gaat. Dus de underdrive kabel gaat boven langs. En de overdrive kabel die gaat onderlangs. Je ziet ze hier in het malletje zitten, omdat ik ze op lengte moet afknippen. Zorg ervoor dat alles goed is aangesloten. Dat deze busjes, dat ze er echt goed in zitten. Deze moet ook helemaal ingedraaid zijn. Dus dan heb je hier, als je deze helemaal naar links hebt gedraaid, dan pak je deze als eerste. Dat is de underdrive kabel. En die kabel, dat is degene waar dat tonnetje aan zit. Dus je trekt hem de binnenkabel ietsjes aan, dan draai je hem vast. Dan kun je hem daarna zo kort mogelijk afknippen. En dan doen we daarna deze. Trek de binnenkabel iets aan, zodat alles een beetje strak zit. Dan aandraaien met een inbus 2 mm. Hetzelfde geldt voor deze kabel. Strak trekken, vasthouden en vastdraaien. Zo, dan kan die eruit. Deze ook. Deze kabel. Die knip je af hier bij het streepje en dan kun je hem wegstoppen in deze uitsparing. Deze heb ik ook al afgeknipt. Zo.
Dan ga ik nu laten zien hoeveel versnelling zo'n Nuvinci naaf teweeg brengt. Met hiervoor een 48 en achter een 17 tand standwiel. Ik ga even het ventiel beneden zetten. Zo ongeveer. De trapper haaks naar beneden. Hij staat nu in de zwaarste stand. Dan gaan we tellen hoeveel rondjes het wiel maakt. Daar gaat hij. Eén. Twee. 3, 4, 5, 6. Bijna 6 rondjes per 1 keer de trappen rond. Dan ga ik hem in de allerlichtste stand zetten. Ventiel beneden, trapper beneden. En dan gaat hij weer. Eén. Nou. Dat is, wat zal ik zeggen, 1,8 rondje. En dan is het even belangrijk wat de exacte wielomtrek is. En dat meet ik altijd het liefst door even op de fiets te zitten en dan streep te zetten beneden bij het ventiel. En als ik dan weer een rondje heb gedaan, ventiel is weer beneden, weer een streepje zetten en dat opmeten. Want ik wil de omtrek weten met deze band onder belasting. Ik heb even een streepje gezet en de meetlint ernaast gelegd. En de afgelegde afstand is 1,50,5 meter. Ja, 1,50,5 meter. Ik heb ook nog even de omtrek gemeten van het voorwiel. Want daar zit namelijk de magneet in met voor de speedsensor. En dat is een wat dikkere band, 2.0. En dat geeft maar liefst 1,56,5. Dat is toch wel een stukje verder, zeg maar, wat je daarmee komt. Dus zo kun je ook nog eventueel je fiets opvoeren door er gewoon een 2.0 band onder te leggen. Interessant. Om de rotatiesnelheid van de bevangmotor te bepalen, heb ik een RPM-metertje gekocht. En op het tandwiel twee reflectoren geplakt. En dan gaan we zo even vol gas geven. En de RPM die we meten kunnen we dan delen door 2. En dat is dan het theoretisch maximum van de motor. Nou, dat was iets van 2,85, 2,86, dus laten we zeggen 2,80, dus 140 rpm met de gashendel kan ik halen. En dan moeten we even het rekensommetje maken. Ik heb al een tijdje met de fiets wat afstanden afgelegd en ik zit op een GPS-snelheid van 40 km per uur. En hij kan dat gewoon op eigen kracht. Alleen op gashendel, zeg maar. Dus dan houdt hij die snelheid ook echt vast. En als ik hem in stand 4 heb en ik trap zelf, dan heb ik een mooie cadans. Mooie trapsnelheid.
En dan rij ik zo ruim 30 km per uur. Dus dat fietst ook lekker. Nou, dan gaan we nu eens het achterwiel de snelheid meten. Ik heb een reflectortje op de hub geplakt. En dan in de lichtste stand staat de Enviolo naaf. En nou, gaan we eens even kijken. Oké, dat is 260 RPM. Er zit maar één stickertje op, dus dat is dan ook echt de RPM. Dan ga ik hem eens even het zwaarste verzet zetten. Dat is bijna 6 rondjes van het wiel bij 1 rondje van het voortandwiel. Dat zal wel even wat agressiever zijn. Eens kijken of ik hem een beetje kan steunen. Nou, gaan we die ook meten. Dat was iets van 755 RPM. Gaan we dat even uitrekenen. Oké, we hebben dus vastgesteld dat de motor maximaal 140 rotaties per minuut kan maken. Bij 140 RPM en een omtrek van 150,5 zou je, als je voor en achter hetzelfde tandwiel hebt, 12,6 km per uur gaan. Maar we hebben een andere tandwielverhouding, namelijk 52 bij 17. Dat is een ratio van ongeveer 3,1. En dat niet alleen. Ook de Enviolo heeft in zijn lichtste stand een bepaalde versnelling. We hebben gezien dat in de lichtste stand het wiel 260 keer ronddraait. Dat komt neer op 23,5 km per uur. Dat is onbelast. En de waarheid van welke snelheid kun je dan echt behalen, ik vermoed dat dat zo op 70% zit. Dus laten we zeggen 16,4 km per uur. Zet je de Enviolo op het allerzwaarste verzet, dan hebben we gezien dat er 755 RPM behaald wordt. En dat komt neer op een theoretische snelheid van 68,2 km per uur. Ook hier weer geldt, 70% daarvan is misschien haalbaar, 47,7 km per uur. Dat kunnen we ook gebruiken om te kijken naar de trapfrequentie. Als je de Enviolo in de zwaarste stand zet, dan heb je bij een trapfrequentie van 75 rondjes per minuut, kom je neer op 36,5 kilometer. Dus dat is een vrij rustige trapfrequentie. In de praktijk zal dat 25,6 kilometer per uur zijn. Dus dan heb je een hele relaxte trapsnelheid en een mooie snelheid. Ga je iets sneller trappen, kom je op 30,7 km per uur. En ga je echt flink meetrappen, 120, dat is echt best wel snel, dan kom je op zo'n 40,9 km per uur uit. En als je het maximum wil halen, die 47,7,
Dan moet je een trapfrequentie aanhouden van 140. Ik heb een aantal controleberekeningen ook gemaakt. En uit alle RPM-waarden die ik met de RPM-meter heb bepaald, daaruit komt eigenlijk dat de Nviolo overdrive tot 1,76 gaat. En daar klopt eigenlijk iets niet, want volgens de fabrieksgegevens heeft hij een overdrive van 1,9. Nou is het zo dat je Nviolo-nav eerst helemaal moet instellen, zodat je met de kabels ook het maximum haalt aan overdrive. En ik, ja, dat heb ik eerlijk gezegd niet gecontroleerd. En ik vermoed dus dat ik niet het maximum eruit haal. Dat zou nog eens iets zijn om na te kijken. Ja, hier zitten allemaal formules onder. Ik zal kijken of ik de Excel beschikbaar kan stellen. In dat geval ga ik een linkje in de beschrijving plaatsen. Tot zover het theoretische gedeelte. Bedankt voor het kijken.